mijn naam is Loos en ik werk bij het Parkhuis in Dordrecht. En wij zijn een van de koplopers van het project Grijs, Groen en Gelukkig. En daar ga ik wat over vertellen. Als eerste hebben we dus de groene kalender in samenwerking met de IVN. Hier staat precies op wat voor activiteiten er allemaal zijn per dag. Zoals maandagochtend kunt u bloem schikken of met de wandelgroep mee. Verder hebben we ook een hele leuke workshop gedaan van boomschilderen van Ella Steenmeijer. We proberen elk seizoen een boom te schilderen. En dit zijn een paar voorbeelden. Dan hebben we ook nog de natuurkoffer. En die gaat Emma even vertellen. Dit is de natuurkoffer. Hier zitten allemaal dingen in van de natuur. Elke afdeling op het parkhuis heeft een natuurkoffer. Zo zit er onder andere schapenwol in, bijenwas en allemaal lekkere olietjes. En een dierenbingo. En zo proberen we de natuur dichter bij de mensen te krijgen in het parkhuis. En dit was onze eerste vlog.